We staan hier tussen de aardbeien. Hier maken we gebruik van de natuurlijke vijanden van koppert voor de bestrijding van plagen. En we gebruiken hommels voor de bestuiving. Hoe gaan we te werk? We lopen een rondje in het gewas om te scouten. En daarbij maken we gebruik van de vangplaten, van de horiver vangplaten, voor het scouten van witte vlieg en trips. Verder gebruiken we een loop om gewaswaarnemingen te doen. Belangrijke plagen zijn inderdaad trips, witte vlieg, luis en spint. Dat zijn de belangrijkste plagen in de aardbeien. We gebruiken Spiekel Plus, dat zijn zakjes voor de bestrijding van spint. Dat zijn kweekzakjes, die hangen we in het gewas. Hieruit lopen gedurende een aantal weken roofmijten. En dat is preventief voor spint. Tegen luis gebruiken we het product Afident. Dat is een luisetende galmug. De galmug die zetten we uit in een potje, dat draai je open en zet je in het gewas. Zorg ervoor dat het potje in de schaduw staat en dat er geen water in kan komen. En dan vliegen de galmugen eruit en die gaan op zoek naar luizenhaarden. Verder gebruiken we sluipwespen. Het hangt een beetje af van welke soort luis je hebt, welke sluipwesp je gaat gebruiken. We hebben hier Afibar bij ons, deze werkt vooral tegen groene persikluis. Verder kan je ook een mix aan sluipwespen uitzetten en dat product heet Aviscout. Daar zitten 5 verschillende sluipwespen in, dus dan heb je eigenlijk altijd de goede sluipwespen in je potje zitten.